De directie en raad van commissarissen van Telesuur hebben president Chandrika Prasad Santokhi gisteren geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het telecombedrijf. Telesuur-directeur Mike Antonius heeft tijdens de meeting een update gegeven over de uitbreidingen van het LTE-netwerk in Paramaribo, Wanica en de overige districten. Ook vanwege de coronapandemie wil Telesuur de internetverbinding, met name breedbandinternet, verbeteren. Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van de RVC, vertelt hoe het jaar 2022 er voor Telesuur uit zal zien. Nou, de vooruitzichten zijn goed. IMF was een heel belangrijk ding voor de regering. Kijk, IMF brengt los van dingen ook discipline mee. Dus de discipline moet terug ook bij de overheid in zaken het nakomen van afspraken, werkafspraken, noem maar op. Zodat je eigenlijk ruimte creëert voor andere instituten om te zeggen, ja, we geloven het, jullie doen je best, jullie doen het goed. Wij gaan inkomen met financieringen voor projecten. Er moet nu olie in de machine komen. Dus de economie moet gejumpstart worden. Een snelle mogelijkheid om dat te doen is natuurlijk infrastructurele werken, omdat infrastructuur totaal vernietigd is. Daarmee zet je werkgelegenheid vooral bij het ongeschoold deel van de bevolking. Je kan zo een paar duizend banen creëren. Dus ik hoop dat de overheid daar snel werk van maakt om dat stukje op te pakken. Want de productiesector, dat werpt pas de vruchten 3-4 jaar later af. En we hebben nu de werkgelegenheid moet worden geboost. En dat is een van de mogelijkheden. Dus ik hoop dat dat ook wordt gedaan. Aldus Sanjay Raghubar Singh, hij is presscom bij Telesuur. Telesuur zal ook inspelen op de productie van olie en gas over een paar jaar. Behalve dat we die ontwikkelingen nauw volgen, is er ook goed contact met een aantal prospects, zegt Telesuur-directeur Antonius. Het afgelopen etmaal zijn er 5 personen overleden aan COVID. Het is na lange tijd dat er zoveel personen op één dag zijn overleden aan de ziekte. Daarnaast zijn er 1026 nieuwe besmettingen genoteerd. De vierde golf stak met kop en schouders boven de vorige uit. En nu is de vijfde golf boven de vierde. Dat zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée. En dat is het aantal cases, enorm hoog, aantal positieve die u daarbij aantreft. In totaal zijn er tussen 59.768 personen positief getest sinds 12 maart tot 11 januari 2022. 12 maart 2020 dus. En dit is even geanalyseerd tussen augustus en in januari, dus eigenlijk alleen de laatste 2 golven. Om aan te geven hoe het verloop is geweest. En u ziet dat we eigenlijk in november al mooi uit de vierde golf kwamen. Echter heeft deze periode niet lang mogen duren, want eind december zagen we weer die stijging. Dit is ook het aantal overledenen op dagbasis en het 7-daags gemiddelde. U ziet dat met elke golf automatisch meer cases, meer personen komen te overlijden. Neem de golf af. Wordt het aantal overledenen neemt daarmee ook af. De 1026 positieve van gisteren zijn 45,9% van het totaal aantal geteste personen. Er zijn 2235 swabs afgenomen, waarvan 1209 negatief waren. In alle districten zijn er mensen positief getest.
Militairen zullen vanaf eind deze maand verhoogde toelages inclusief 1 maand TWK krijgen. Dat staat in een persbericht afkomstig van het ministerie van Defensie. Minister Krishna Kumari Mathura is blij dat er een achterstand is weggewerkt door de aanpassing van bijzondere toelagen van de militairen. De bijzondere toelage is bedoeld als compensatie voor onregelmatige diensten en omdat militairen een 12-urige dienst draaien. Deze toelagen zijn in de afgelopen 11 jaren niet aangepast. Vanaf eind januari ontvangen de manschappen 900 SRD, onderofficieren 1100 SRD en officieren 1300 SRD per maand als bijzondere toelage. De werkgroep die in juli 2021 werd geïnstalleerd, heeft voorstellen gedaan met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen van personeelsleden. Volgens minister Mathura zullen binnenkort ook andere toelagen worden aangepast. De Nationale Assemblée stond gisteren stil bij het heengaan van gewezen parlementariër Leahkat Mahawat Khan. Hij was 2 zittingstermijnen volksvertegenwoordiger voor de VHP. Mahawat Khan overleed op 11 januari en werd 71 jaar. De mededeling werd gedaan door parlementsvoorzitter Marinus B. Een andere mededeling is... overleden op dinsdag 11 januari 2022, het gewezen lid Mohammed Liaquat Ali Khan Mahat Khan. Hij is lid geweest voor de politieke partij VHP in de zittingsperioden 14 december 1987 tot 8 juli 1991 en ook weer 24 juli 2000 tot 29 juni 2005. Wijlen de heer Mahat Khan was woonachtig in het district Nikeri en bereikte de leeftijd van 71 jaar. Mogen zijn ziel in vrede rusten en we condoleren natuurlijk de nabestaanden, maar ook de partij van... De partijen waar het lid gewezen lid Wijlen Mahat Khan actief heeft gediend. Hij heeft zijn bijdrage geleverd. Ja. En er is een protocol dat wij dan 1 minuut stilte in act zal nemen hiervoor. Fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, gaf aan dat de partij het gewezen lid dankbaar is voor zijn bewezen diensten. Volgens NDP-fractieleider Rubin Permisser was het gewezen lid een harde werker en een voorbeeldige ondernemer. Een lid hier in het parlement, misschien niet van onze tijd, maar zeker een lid die nauwe band had met wijlen voorzitter Lachman en van tijd van Yogi, om terug te gaan. Maar hij heeft zijn bijdrage geleverd in de Surinaamse samenleving. En u merkte ook direct enorme belangstelling, van, ook vanuit de andere partijen, om hun condolences uit te brengen. Voor de productiesector hield hij vaak een vurig pleidooi. Hij was er altijd om de productiesector te stimuleren. En hij is daarvoor hier in het parlement ook verschillende bijdragen geleverd. Wij danken hem ook daarvoor. Maar ook een zeer sociaal bewogen mens. Hij heeft velen in nood geholpen. De heer Mahat Khan was een ras-echte Nikeriaan. En zoals het bij Nikerianen hoort, kwam hij altijd op voor zijn mening. En daarbij botste hij soms met nogal wat mensen, ook binnen zijn eigen gelederen. Maar dat sierde meneer Mahat Khan, dat hij opkwam voor de idealen en de ideeën dat hij had. Mahawat Khan was bij de laatste verkiezing toegetreden tot de Parchaya Lahore.
Het thuisquarantainebeleid van het ministerie van Volksgezondheid is aangepast. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zei gisteren in de Nationale Assemblée dat mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus niet meer voor 10 dagen in quarantaine hoeven. De isolatietermijn is aangepast naar 5 dagen. Dit advies zal worden toegepast door huisartsen en bedrijfartsen, zegt de volksgezondheidsminister. Dit op basis van het feit dat Omicron mildere symptomen vertoont en er veilig, op basis van data, veilig een persoon 5 dagen na testen, na een positieve test, uit zijn isolatie kan. Ik wil wel benadrukken dat niet werknemers of werkgevers dat bepalen, maar een huisarts of een bedrijfsarts uiteindelijk het laatste woord heeft wanneer iemand uit isolatie mag. Want we krijgen die berichten bij het ministerie ook dat werkgevers mensen onder druk plaatsen om op dag 5 met een test aan het werk te verschijnen. Dat is niet correct. Dat eindbesluit ligt bij de arts. En de arts, het huisarts, zij de huisarts of de bedrijfsarts of de schoolarts, die beslist uiteindelijk wanneer iemand veilig uit zijn isolatie mag. Maar het advies is dat van 10 dagen nu teruggebracht wordt naar 5 dagen. Het vaccineren blijft een topprioriteit van het ministerie. De bewindsman is van mening dat ook het toedienen van boostershots belangrijk blijft. Want boosters blijken intussen genoeg bescherming te bieden. Omdat intussen uit wetenschappelijke publicaties is gebleken dat de bescherming, het aantal antilichamen, welke verantwoordelijk is voor uw bescherming, langzaam aan het afnemen is. Dus een boostershot is geen nieuw fenomeen. Als u 10 jaren terug een klemprik hebt gehad omdat u op een spijker had getrapt, moet u na 10 jaren weer een klemprik krijgen. Dat noemen ze een booster. Want het aantal antilichamen en daarmee de dekking tegen dat de bacterie neemt af. Dus een boostershot geeft extra bescherming. Dat zullen we blijven promoten. Verder proberen wij ons testbeleid zoveel mogelijk te handhaven en te intensiveren. Zoals eerder aangehaald, het ministerie heeft vanaf mijn aantreden hebben wij een proactief testbeleid. We proberen zoveel mogelijk te testen. We geloven in testen. Testen helpt ons snel mensen te identificeren. Testen helpt ons snel mensen te kunnen isoleren en de nodige adviezen te geven. We hebben onze testlocaties uitgebreid. Wanica, Trop Clinic, WOG, RGD, daar kan je allemaal testen. Er zijn ook een paar privélaboratoria waar getest kan worden. Er is besloten om de tijden wanneer mensen willen gaan testen te verruimen naar 8:00 PM. Dit besluit is genomen omdat er enorme druktes ontstaan bij de verschillende swabposten. Districtscommissaris Michael Winter van Coroni heeft gisteren bij de ingebruikname van een meetstation in het district Coroni de belofte gedaan dat het instrument intact zal worden gehouden. OW-minister Riyad Noor Mohammed stelde ook enkele eisen voor onderhoud van het meetapparaat. Directeur Sergio Cadusu van het directoraat Onderzoek en Dienstverlening van OW zegt dat Coroni als eerste district de eer heeft om een meetstation in gebruik te nemen dat is geplaatst door het ministerie. En dit is niet zomaar. Coroni is ook een district waar men aan landbouw doet, waar men aan veeteelt doet. En om die dingen te kunnen doen op een professionele manier, heb je dan uiteindelijk ook informatie nodig omtrent regen, klimaat. En met de verandering ook van het klimaat die we hebben, moet je gewoon een early warning systeem kunnen hebben. En dit helpt ook daaraan om te kunnen zien wat allemaal gaat gebeuren binnen 2 dagen, 3 dagen, een week. En daarom is het heel goed ook voor Coroni. Het project hier heeft een totale waarde van 450.000. En we moeten gretig gebruik maken van zulke gifts en met partners die we van buiten af hebben. Cadusu zegt verder dat Coroni ook deel is van Suriname en op het gebied van innovatie en vernieuwde technologie niet moet worden verwaarloosd.
Het is nodig om te kunnen weten wat de weersomstandigheden in Koroni zijn en zo ook in de toekomst in andere districten. Minister Noor Mohammed zegt dat hij verheugd uitkijkt naar de metingen die zullen worden verricht. Ik ga u zeggen, toen ik de mededeling kreeg dat we zouden openen, heb ik gisteren de Raad van Ministers gelijk geïnformeerd dat we in Koroni morgen, dus vandaag, een state-of-the-art onderzoekstation openen. En de directeur heeft dat gezegd, deze stations worden niet alleen door ons gebruikt, maar worden internationaal gebruikt voor onderzoek om de gevolgen van klimaatverandering te voorspellen. Maar ook gewoon, als wij naar die Koroni komen, welk uur is het best dat het niet regent of wel regent of zon, kan je allemaal met dit instrument doen. Dus vanaf nu kan iedereen online zien en volgen elke seconde hoe het weer en klimaat zich in Koroni gaat gedragen. En mevrouw Maas heeft gezegd, Koroni is de enige plek in heel Suriname waar je dit klimaat hebt. Noor Mohammed zegt dat de kwaliteit van het meetinstrument welke is opgezet hypermodern is. De opzet in Koroni is uniek aangezien de metingen kunnen bijdragen aan het efficiënter uitvoeren van de landbouw en weersvoorspellingen van het land. Rust plaatsgebracht. De rouwdienst is gehouden in de Centrumkerk. Ferrier werd op 20 juli 1933 geboren en overleed op 6 januari 2022 op 88-jarige leeftijd. Derk was de oudste zoon van Joën Ferrier, de eerste president van Suriname. De auteurs Cynthia McLeod en Leo Ferrier zijn zus en broer van de overledene. Derk was landbouwkundige en socioloog. Hij was sinds 1971 algemeen directeur van het Centrum voor Economisch en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, CESWO, en auteur van verschillende sociaal-wetenschappelijke publicaties en literaire werken. Wij brengen u een fragment uit de rouwdienst. Meneer Ferrier heeft een hele grote bijdrage geleverd aan ons land in zijn rol als directeur van CESWO. Hij was een bijzondere, intelligente en onbaatzuchtige persoon die zich alles gaf om de wereld tot een betere en eerlijke plek te maken. Wat hem heel bijzonder maakte was de soort persoon die hij was en hoe hij zijn eigen leven en een ieder om zich heen benaderde. Voor ons als CESWO medewerkers was hij meer dan een directeur. Hij was de beste leider waar we ooit konden vragen. Hij was een heel sympathieke persoon die zich kwetsbaar opstelde. Hij was optimistisch, geduldig. Aardig, kalm, grappig. En altijd zeer positief. Af en toe had hij een brutale en een soort ondeugende grijs die zijn goede gevoel van humor bewees. De Nationale Ziekenhuisraad doet er alles aan om een ieder die in de medische branche werkt te behouden. Dit zegt Claudia Redan, de voorzitter van de raad. Ze geeft aan wat uit de bus is gekomen na de gesprekken tussen de raad, de minister van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de regering. De gesprekken gingen vooral over de tariefsaanpassingen van verzekeraars en de lonen van werkers in de medische sector.
Dat houdt in dat we op een gegeven moment inderdaad, zoals het academisch ziekenhuis dus nu een nieuwe loonstructuur heeft uitgewerkt, dat we dit verder zullen bespreken met het ministerie. En we rekenen dat we op een gegeven moment uiteindelijk kunnen implementeren. Nogmaals, we zeggen het iedere keer, de mensen die op een gegeven moment die zijn er, die willen op een gegeven moment werken. Maar je moet ze op een gegeven moment ook behouden. En we doen er alles aan om op een gegeven moment het stukje ook uiteindelijke uitvoering te krijgen. Redan zegt dat er momenteel een paar artsen in opleiding zijn om het tekort aan ziekenhuispersoneel aan te vullen. Voor het CT-scanapparaat dat gisteren in gebruik is genomen, worden 7 radiologen opgeleid in het buitenland. Er zijn nu 4 werkzaam in het AZP. Redan zegt dat er nog gesprekken gevoerd zullen worden over de tariefsaanpassingen bij verzekeraars. Kijk, we hebben dus natuurlijk ook een kwestie met betrekking tot dus de tarieven. Die zijn dus inhoudelijk en in-depth besproken. We hebben dus de eerste ronde achter de rug. We weten dat we op een gegeven moment vorig jaar hebben overeenkomst kunnen tekenen met het staatsziekenfonds. Overigens een historisch moment voor ons als ziekenhuizen. Omdat wij vanuit een achterstand van 2014 komen met dus de tariefsaanpassingen. Dus dat was voor ons een belangrijk moment. De eerste stap hebben wij dus toen gezet. De tarieven die gelden dus... golden dus tot en met december 2021, dus u begrijpt, per januari 2022 moet er gegeven moment natuurlijk weer een nieuwe tarief tot stand komen. We hebben dus daar natuurlijk afspraken mee met een, de ZZF, maar ook met de regering in deze. Dus we zijn dus nu natuurlijk dus druk bezig om dus uiteindelijk gegeven moment daar invulling aan te geven. We rekenen erop dat we dus uiteindelijk, dat we dus per februari moeten we dus al een, in ieder geval verder onze diensten kunnen voortzetten met de nodige nieuwe tarieven die dus nodig zijn. Alus Claudia Redan, ze zegt dat er licht in de tunnel is. Ze is het eens met de president dat hoewel de curatieve zorg enorm duur is, er gewerkt moet worden aan oplossingsmodellen om de samenleving tegemoet te komen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeringstarieven op korte termijn de lading dekken. En leden van de werknemersorganisatie Openbaar op Werken, WOW, zijn gisteravond door de politie verwijderd nadat ze de weg naar Ornamibo hadden gebarricadeerd. Toen ze weigerden de weg vrij te maken, werden ze volgens een bestuurslid geduwd en onheus behandeld. Ook voorzitter Michael Salons werd hardhandig verwijderd, zodat de vuilwagens hun weg konden vervolgen. Salons zegt dat de bond in actie blijft, totdat de minister ze uitnodigt voor een gesprek. We zullen prikacties blijven houden totdat hij beseft dat hij met ons aan tafel moet zitten. Ja? We zijn een gevestigde organisatie op openbare werken. Hij ging nog op school toen ik daar vakbondswerk doe. Ja? En dan komt hij en dan wil hij niet met ons praten. Omdat we hem hebben gevraagd naar een streefdatum om punten op te lossen. Ja? Wil hij geen punten oplossen, dan moet hij ons dat zeggen. Ja? Maar nu, wat er nu gebeurt, is dat wij... We zouden misschien een grote actie kunnen voeren, naar de assemblee gaan, onze volksvertegenwoordigers, om te vragen daar dat de minister aangesproken wordt. Ja? Dat hij met de bond aan tafel moet zitten. Ja? Maar vanwege het COVID-probleem, ja, hebben we gezegd, we gaan niet massa bij elkaar brengen. Maar als dat moet gebeuren, zal het toch wel gebeuren. Maar we beginnen het met prikacties, dat hij ziet dat wij... daadwerkelijk met hem aan tafel willen zitten. Niet dat wij niet met hem aan tafel willen zitten. Wij willen met hem aan tafel zitten om een streefdatum voor die punten te hebben. Salon zegt dat hij zich niet laat afschrikken door intimidatie. De WO is al enige tijd in actie omdat ze van mening is dat de minister zijn beloften over realisatie van het ingediende wensenpakket niet nakomt en niet op een gepaste wijze wil onderhandelen met de bond. Dus dat we datum hebben per punt, want we hebben het ook gezegd, we hebben hem ook geschreven. Van minister, wij weten
dat bepaalde punten u afhankelijk bent van die collega, bijvoorbeeld collega Binnenlandse Zaken. Ja? Daar gaan we u langere tijd geven dat u het oplost met uw collega, zodat we uit onze probleem kunnen komen. Ja? Maar punten die op het ministerie zelf opgelost kunnen worden, moet een kortere streefdatum. Maar hij moet dan met ons zitten, daar komen we overeen en dan zeggen we akkoord minister, voor dit punt, zo lang, voor dat punt, zo lang, voor dat punt. Maar niemand wil niet eens praten. De vakbondsleider stelt dat de uitspraken van de minister dat een overlegorgaan bestaat welke elk moment van de dag bereid is te onderhandelen niet waar zijn. Salon zegt dat als dit klopte, de WO al lang om de tafel had gezeten met de OW-minister. De directie en raad van commissarissen van Telesuur hebben president Chandrika Persat Santokhi gisteren geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het telecombedrijf. Telesuur-directeur Mike Antonius heeft tijdens de meeting een update gegeven over de uitbreidingen van het LTE-netwerk in Paramaribo, Wanica en de overige districten. Ook vanwege de coronapandemie wil Telesuur de internetverbinding, met name breedbandinternet, verbeteren. Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van de RVC, vertelt hoe het jaar 2022 er voor Telesuur uit zal zien. Nou, de vooruitzichten zijn goed. IMF was een heel belangrijk ding voor de regering. Kijk, IMF brengt los van dingen ook discipline mee. Dus de discipline moet terug ook bij de overheid in zaken het nakomen van afspraken, werkafspraken, noem maar op. Zodat je eigenlijk ruimte creëert voor andere instituten om te zeggen, ja, we geloven het, jullie doen je best, jullie doen het goed. Wij gaan inkomen met financieringen voor projecten. Er moet nu olie in de machine komen. Dus de economie moet gejumpstart worden. Een snelle mogelijkheid om dat te doen is natuurlijk infrastructurele werken, omdat infrastructuur totaal vernietigd is. Daarmee zet je werkgelegenheid vooral bij het ongeschoold deel van de bevolking. Je kan zo een paar duizend banen creëren. Dus ik hoop dat de overheid daar snel werk van maakt om dat stukje op te pakken. Want de productiesector, dat werpt pas de vruchten 3-4 jaar later af. En we hebben nu dat de werkgelegenheid moet worden geboost. En dat is een van de mogelijkheden. Dus ik hoop dat dat ook wordt gedaan. Aldus Sanjay Raghubar Singh, hij is prescom bij Telesuur. Telesuur zal ook inspelen op de productie van olie en gas over een paar jaar. Behalve dat we die ontwikkelingen nauw volgen, is er ook goed contact met een aantal prospects, zegt Telesuur-directeur Antonius.